Dit is het TV West Nieuws van maandag 21 april met daarin. Haagse zorginstelling beschuldigd van fouten bij stervensbegeleiding. Pijnakker is verlost van hardnekkige pyromanen. En de wereld rond in 800 dagen in een bootfiets. Dag dames en heren. Het Karel van den Oeverhuis van de Haagse zorginstelling Kato krijgt keiharde kritiek na het overlijden van een hoogbejaarde bewoonster. Volgens de familie van de vrouw deugde de verzorging al lange tijd niet. Maar in haar laatste levensfase heeft de verpleging zulke grove fouten gemaakt dat oma onnodig een mensonwaardige dood is gestorven. Oma Pijpers overlijdt op 5 januari dit jaar op 90-jarige leeftijd in het Karel van den Oeverhuis in Den Haag. Haar laatste dagen zijn volgens de familie een ware nachtmerrie. Zorginstelling Kato belooft terminale zorg, maar dat loopt anders. Alles wat maar fout kon gaan, ging fout. Het is zelfs zo dat ze ook medicijnen die door de arts voorgeschreven waren, dat ze die niet op tijd kreeg. Daar hebben wij zelf om moeten vragen. Dat ging dan echt om morfine. In de laatste levensfase kreeg ze niet op tijd. Oma is blind, heeft diabetes en haar nieren werken niet goed. Als een kleinzoon langskomt, meldt hij dat oma benauwd is. Een verpleegkundige tekent aan dat dit niet het geval is. De volgende dag constateert de arts dat oma een longontsteking heeft. Dan wordt dus met de morfine gestart. De familie waakt 4 dagen aan het sterfbed van oma. En toen is er een bout losgeraakt. Nou, daar hebben wij het personeel ook gelijk op gewezen. Maar daar hebben ze geen actie op ondernomen. Ja, toen uiteindelijk een paar uur later is ze echt door dat bed heen gezakt. Midden in de nacht? Midden in de nacht, ja. In de laatste fase van het leven? Ja, dat klopt, ja. Pijn? Heel veel pijn, ze heeft gegild. Ja, ze is heel erg geschrokken natuurlijk. Ze wist niet wat er gebeurde. Toen wilden ze een hooglaagbed gaan doen. En toen hadden ze de oude bed grotendeels al uit elkaar gehaald. En er bleek dat bed dus niet in de lift te passen. Dus mijn moeder moest weer in een rolstoel zitten. Een dag later komt oma te overlijden. Het Karel van den Oeverhuis heeft afgedaan bij de familie. Volgens hen krijgt oma al veel langer niet of te laat haar medicijnen. Is er tot 3 keer geld gestolen uit haar portemonnee? Reageert personeel panisch of helemaal niet op de alarmknop? En ook na de uitvaart laten de gebeurtenissen de familie niet meer los. 'S Nachts hoor ik mijn moeder gillen als ik wakker word. En dan is het 3 uur en dan kan ik gewoon niet, ik kom niet meer in slaap. De familie trekt vaker aan de bel, maar krijgt geen gehoor bij Kato, het bestuur. Uiteindelijk dienen ze een klacht in bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Kato wil niet ingaan op de klachten vanwege privacy en correspondeert hier alleen over met de inspectie voor de gezondheidszorg. Pijnakker kan opgelucht ademhalen. De politie heeft 3 jongeren opgepakt die verantwoordelijk worden gehouden voor een reeks brandjes in het dorp. Het gaat om 40 tot 50 incidenten waarbij prullenbakken, papiercontainers, speeltoestellen en kliko's in de hens werden gezet. Ze zijn gepakt. Echt? Nou, daar ben ik erg blij mee. Nou, geweldig. Oh, dat is heel goed nieuws. Heel fijn, want wij zetten expres de vuilnisbakken niet buiten. Omdat we wisten van, nou ja, wie weet wordt die in de fik gestoken. Dus het is fijn dat het is opgelost dan. Maar of dat helemaal het geval is, is nog maar de vraag. Zo vertelt burgemeester Buddenberg. Ze hebben bekend, alleen ik moet er wel bij zeggen dat ze niet alle 50 branden bekend hebben. Een aantal hebben ze bekend en voor de rest loopt het onderzoek nog. Maar niettemin, de hoofdboodschap is dat ik heel blij ben dat ze gepakt zijn. Want dat is goed voor het veiligheidsgevoel van de inwoners van Pijnakker. In het bijzonder voor de wijk Klapwijk, waar het grootste deel van de incidenten heeft plaatsgevonden. Ja, hoeveel last heeft deze wijk ervan gehad? Nou, veel. Mensen waren bang. Mensen konden niet slapen, hoorde ik. Toch iedere keer kijken of er niet iemand in de poort loopt of dat er iemand in de tuin is of dat soort dingen. Gewoon hier in de straat, dat je gewoon ziet dat het bij mensen verderop en waar je weet dat er een klein kindje ook in huis ligt en dat daar zo'n ding in de brand staat voor de deur. Nou, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. En hij kwam hier een keer terug, hè? Ja, ook dat. Van die voorbijrijden op zijn fietsje. Dus, hij ging kijken, weet je wat? Ik denk, nou, je spoort niet. Je spoort gewoon echt niet. Want u weet wie het is? Ja. Ik weet wie het is, ja. En mijn kinderen weten ook wie het is. Ja. Dus hij weet zeker dat hij het niet hoeft te proberen hier. De jongen in kwestie wordt samen met zijn 2 partners in crime voorgeleid aan het Openbaar Ministerie. 1 ding is duidelijk. Er is hier sprake van een strafbaar feit. En dan is het Openbaar Ministerie aan zet. En nu is het zo dat ze in afwachting daarvan thuis zitten? Ja, dat is waar. Ja, ik heb daar ook een beetje moeite mee, maar ik ga daar niet over. Ik bedoel, het is het Openbaar Ministerie die dat beslist. Als je wat gedaan hebt, dan hoor je niet thuis te zitten, maar dan hoor je op politiebureau te zitten of ergens in het gevangen. Het zal bureau halt worden, ben ik bang. Ze moeten gewoon de straf krijgen die ze verdienen. Flinke taakstraf bij... Bij de brandweer. Ja, bij de brandweer of zo, dat ze zien wat ze aanrichten. Als ze het nog een keer doen,
vinger afhakken, ja, dat mag ik wel niet hardop zeggen. In ieder geval proces verwalen en alles vergoeden wat er, kapot gemaakt is, vind ik. En of de gevangenisstraf aan vast zit, ja, daar kan ik niet over oordelen. Daar wil ik niet over oordelen. Het stel dat in december in Zoetermeer werd mishandeld door een Afghaanse diplomaat gaat in beroep tegen de beslissing van justitie om de diplomaat niet te vervolgen. De Afghaan gaat vrijuit vanwege zijn diplomatieke status. Mijn schoonzoon is aangevallen, mijn dochter is uitgescholden. En nou blijkt dus gewoon dat je als Nederlander, terwijl je in je eigen land wordt aangevallen, volkomen rechteloos bent. Dat geeft een heel frustrerend gevoel. Het echtpaar durft niet zelf voor de camera. De schoonmoeder van het slachtoffer is woedend over de beslissing van justitie. Deze man kan gewoon niet voor de rechter gebracht worden. Mijn schoonzoon is onschuldig, dat is duidelijk. Maar voor de rest stopt het daarmee. En dan ligt het bij Buitenlandse Zaken en die zouden eventueel daar iets mee kunnen doen. Maar die vinden de zaak niet groot genoeg om de diplomatieke onschendbaarheid op te heffen. Bij deze supermarkt ontstond in december ruzie. Het stel wilde hier een auto parkeren, maar de diplomaat die blokkeerde met zijn zilvergrijze BMW hier de weg. Ze toeterden, die diplomaat stapte boos uit, er werd gescholden, er werden rakenklappen uitgedeeld, maar de boel werd ook weer gesust. Vervolgens gingen ze boodschappen doen en toen ze naar huis reden, werden ze achtervolgd door de zilvergrijze BMW. Het stel werd klemgereden, de diplomaat stapte opnieuw uit, gaf een paar flinke trappen tegen hun rode autootje, stapte in zijn eigen auto en reed weg. Het heeft ze enorm aangegrepen en mijn schoonzoon is echt niet een mietje die zich zomaar in de hoek laat duwen. Maar op het moment dat je met een diplomaat te maken hebt, dan hou je je handen wel thuis. Want je weet dat jij degene bent die dan uiteindelijk aangeklaagd gaat worden. Alle hoop is nu gevestigd op het beroep dat is ingediend. Je kan officieel in beklag gaan dat deze man niet vervolgd wordt. Nou, dat beklag ligt er. Daar hebben we een schrijven van gekregen dat 6 maanden gaat duren voordat dat in behandeling genomen kan worden. De zaak sleept zich dus voort, tot grote ergernis van de slachtoffers. Van Buitenlandse Zaken zeiden ze op een gegeven moment van ja, maar als het een Nederlander was geweest die je had aangevallen, dan had hij waarschijnlijk ook maar een taakstraf gekregen. En dan had hij ook een boete gekregen. En dat is natuurlijk wel zo. Het gaat ook niet om de straf. Het gaat erom dat je het af kan sluiten. Een man en een vrouw zijn vrijdagavond gewond geraakt bij een ruzie in een portiek aan het Roggekamp in de Haagse wijk Mariahoeve. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar ook allebei aangehouden. Een portiekbewoner hoort vrijdag geschreeuw en meent de stem van zijn buurman te horen. Hij ziet bloed in het portiek liggen en belt de politie. Zijn buurman blijkt meerdere steekwonden te hebben. Zijn buurvrouw ligt onder het bloed op de grond en heeft lichte snijwonden. Uit onderzoek moet nog blijken wat er precies is gebeurd. De 3 mannen die vrijdagavond een huis in de Van der Neerstraat in de Haagse Schilderswijk binnendrongen, zijn nog niet gevonden. Ze zijn er met enkele persoonlijke bezittingen van de bewoonster vandoor gegaan. Volgens de vrouw dwingt het drietal haar in een kamer te gaan zitten, terwijl zij haar huis doorzoeken. Bij aankomst van de politie blijkt dat de daders zijn gevlogen. Met een boot fietst de Evenaar rond. Het klinkt als een onmogelijke opgave, maar Ebrahim Hematnia gaat het toch echt doen. Zijn bedoeling is om in 800 dagen een wereldreis te maken van 35.000 kilometer over water en 15.000 kilometer over land. Voordat hij aan deze barre tocht kan beginnen, moet er eerst flink getraind worden. En voor die training rijdt hij gisteren onze regio binnen. Nee, ik ben aan het trainen. Ik ben aan het voorbereiden voor de grote reis. Ik ga eind dit jaar beginnen met het oversteken van Atlantische Oceaan met de bootfiets. En nu ben ik in Randstad aan het trainen. Om de grote oversteek te maken is zijn bootfiets van alle gemakken voorzien. Die achterluik gaat dicht. Achterluik gaat dicht en je komt van voorluik erin. En dit is eigenlijk waar ik heen ga. Dit is van de andere kant. Oh ja. Dus ik ga van hier binnen en dan ga ik slapen. Fietsen door de regio is één ding, maar Ebrahim moet zich 150 dagen in zijn eentje op zee kunnen redden. Hier komt de mast van de bootvis. En hier is eigenlijk een marifoonantenne. Die komt hier. Dit is mijn AIS. En dat betekent als de boten in schepen, grote schepen, in de, om een straal van 12 mijl zijn, dan piept die en dan weet ik, dan ga ik het een beetje afwijken. En verder heb ik GPS en AIS en Maar goed, in de realiteit lijkt het heel anders. Binnen het midden van de zee is een gekkenhuis. En dan zie je van alle kanten water binnenkomen in een kleine boot. Maar ik heb vorig jaar Noordzee overgestoken en ik ga dit jaar voor de
oceaan voor echte werken. ik durf het nauwelijks te vragen, maar zou ik er ook even in uiteraard, mogen zitten? Uiteraard. Dankjewel, ja, ik ga het even doen. Maar voor het zover is, moet er nog hard getraind worden. Ebrahim fietst vandaag vanuit Scheveningen via Delft naar Rotterdam. Hij is een van de grootste Nederlandse tennissers van de afgelopen decennia. Alphenaar Martin Verkerk. Zijn carrière wordt gekenmerkt door een paar mooie hoogtepunten, maar ook door diepe dalen. En daarover gaat zijn net verschenen biografie Extreem. Tegenwoordig runt Verkerk een tennisschool in het gemoedelijke Noordwijkerhout. Maar in zijn hoogtijdagen als tennisser had de Alphense Verkerk nog wel eens de neiging zich te vergrijpen aan dingen die niet in de topsport thuis horen. Lekker drankje, lekker eten, leuke dingen doen. In destijds, toen ik natuurlijk 25 was en heel succesvol, dan zijn de verleidingen natuurlijk ook groot. Je verdient centjes, je koopt een mooie auto, je hebt wat vrouwen om je heen. Kijk, en dat is een valkuil. Martin is een extreem mens. Hè? Ik heb ook bewust die titel gekozen voor het boek. Als ik met de coaches sprak over Martin Verkerk, dan kreeg ik dat heel vaak terug. Waarom noemen ze hem extreem? Omdat hij vond het moeilijk om als topsporter te leven, om de discipline op te brengen, om iedere dag zijn uren te maken. Volgens kenners heeft Verkerk dan ook niet alles uit zijn carrière gehaald. In zijn biografie wil Verkerk inzicht geven in de oorzaken van zijn falen. Onder meer een grote depressie hield de tennisser jarenlang in een dal. Succes is heel breekbaar en dat blijkt. Als je geblesseerd raakt, dan kan het in één keer helemaal over zijn. En de Nederlandse mentaliteit is wel een beetje, als het succesvol is, dan is het halleluja. Gaat het even minder, dan word je ook met de grond gelijk gemaakt. Dat is jammer. Toch heeft de carrière van Verkerk wel één grote piek gekend. Als relatief onbekende tennisser knokte hij zich in 2003 naar de finale van Roland Garros. Een ongekende prestatie, alhoewel gauw bleek dat het een kansloze missie was. Ik heb heel goed gespeeld daar zo, alleen de finale niet. Dat had ook met een beetje te maken met een aantal dingen, factoren. Het regende die dag, waardoor de baan langzaam was. Het was twee weken lang mooi weer geweest. Maar het grootste factor was dat meneer Ferrero gewoon beter was. Extreem, de biografie van Martin Verkerk ligt vanaf deze week in de winkel. Tweede paasdag betekent een extra lang weekend. Uitbuiken van een flinke paasbrunch op eerste paasdag. En als dat allemaal achter de rug is, in de rij voor de woningboulevard. Hoewel, het was in vergelijking met andere jaren vooral gezellig druk. Ja, zomaar lekker druiden onder de vrouwen. Dus ik dacht, tweede paasdag is een mooie gelegenheid. Toch een dag waarvan je zegt van, goh, wat zullen we eens gaan doen? Is dat een dagje uit? Hey, ik ben al blij als ik erheen mag. Ik ben een kind. Ik verheug me als ik mag komen. Lukt het allemaal een beetje? Ja, met moeite, maar we komen eruit. Was het druk daarbinnen? Gezellig druk. Gezellig druk. En komt u dan op tweede paasdag speciaal voor die gezellige drukte? Of? We gaan dus nu een stukje lopen. Gezellig druk, gezellig druk. Wordt u daar blij van? Ik word daar blij van, dat ik niet zo door de winkel hoef. Wordt u daar een beetje blij van? Ze is alleen blij met mij. Nou, dat. Is dat waar? Bent u blij met uw man? Ja hoor, ja. Oh, zo aardig. Nee, ik heb me echt ingehouden. Want ik ben iemand, ik kan echt heel erg tekeer gaan. Laat die kar maar vol. Ja, inderdaad. Ja. Gaan we naar het weer vandaag met Margot Ribberink van Meteo Groep. Een zonnige start van deze tweede paasdag. Met de oostelijke winden werd er warme lucht aangevoerd en de temperaturen gingen vanochtend al omhoog naar zo'n 18 tot 19 graden. Maar ja, toen kwam er bewolking van een storing boven Duitsland. En vanmiddag vielen er ook een paar flinke buien. Ook vanavond kunnen er nog enkele flinke regen, misschien wel onweersbuien vallen. Maar in de loop van de nacht trekken die naar de Noordzee, dus naar het westen toe. De wind neemt af uit een oost- tot zuidoostelijk richting en de temperaturen zullen blijven steken op 9 tot 10 graden. Het wordt dus absoluut niet koud.
Morgenochtend beginnen we mogelijk met laaghangende bewolking. Lokaal ook wat nevel of een mistbank, vooral op de plekken waar water is gevallen. Daarna breekt het zonnetje door, de aangevoerde lucht is onstabiel en dat betekent dat er 's middags stapelwolken worden gevormd waaruit lokaal een bui kan vallen. En met een matige zuidwestelijke wind loopt de temperatuur op dinsdag op naar zo'n 15 tot lokaal 17 graden. Woensdag, maar ook de dagen daarna, blijft het groeizaam lenteweer met vorstvrije nachten. Overdag zelfs vrij hoge temperaturen. Op woensdag wordt het zo'n 18 tot 19 graden en weinig wind. Maar de aangevoerde lucht vanuit de zuidelijke richting blijft onstabiel. En dat betekent dat er vooral in de middag en avond af en toe een groeizame lentebui zal vallen. En tot zover het TV West nieuws voor dit moment. Meer is natuurlijk te vinden op omroepwest.nl. Natuurlijk via de apps op uw smartphone of tablet. En bij onze collega's van 89.3 Radio West. Zometeen de West Safari. En wij zijn er morgenochtend weer vanaf 7 uur met het nieuws op televisie. Graag tot dan en nog een fijne avond. Dag.